Zo, lieve mensen, het heeft even geduurd. Maar dan heb je ook wat. Het Beatrix Park is klaar. Althans, de parkweg die er doorheen loopt. Nou, zo gaat het eruit zien. Aan uw rechterhand, voor mij links, de autobaan. En hier aan de voorkant, rechtuit, is gewoon het fietspad. Nou, betekent gewoon dat verkeer weer behoorlijk kan passeren. U ziet overigens wel de parkeerplaatsen aan de zijkant zijn een heel stuk veranderd. Is smaller geworden. Dus het probleem van parkeren is natuurlijk nog niet helemaal opgelost. Dat gaan we in het vervolg zien. Nou, u ziet ook de verschillende kleuren. Althans, als u niet kleurenblind bent zoals ik. De stoep, lichtgrijs. Rood is het fietspad. En aan de overkant waar de autootjes rijden, daar zie je gewoon dat het zwart is. Nou, ook de ingang van Excelsior 20 is aangepast. Keurige parkeerplaatsen geworden. Dat betekent gewoon dat ook hier een stukje veiligheid is ingebracht. En laten we hopen dat we voorlopig eventjes kunnen genieten van dit stukje Beatrix Park. Wat natuurlijk toch een uniek stukje blijft. U ziet overigens wel, ik zal het nog even laten zien, hoe druk het al is. En dat betekent gewoon dat we even moeten kijken hoe het met parkeren afloopt. Dit was JWTV, tot de volgende keer.